Goedemorgen. Red Bull Racing had gehoopt via Max Verstappen een overwinning te boeken tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, maar de enorme bandendegradatie gooide roet in het eten. Red Bull hoopt dit probleem met updates op te lossen in Frankrijk, maar dat wordt nog een race tegen de klok. Red Bull werd verrast door de hoge bandendegradatie in Oostenrijk en zag dat Ferrari dit veel beter onder controle had. Om in Frankrijk niet tegen hetzelfde euvel aan te lopen, werkt de Oostenrijkse renstal volgens Automotorsport aan een updatepakket. Horner en Verstappen spraken na de race op de Red Bull Ring van schadebeperking en weten dat Ferrari het gat nog verder had kunnen dichten als de motor van de auto van Sainz het niet had begeven. Om op Paul Ricard in Frankrijk niet opnieuw tegen soortgelijke problemen aan te lopen, hoopt Red Bull een updatepakket te introduceren. Alleen de vraag is echter of men de onderdelen wel op tijd gereed krijgt. Red Bull hoopt de volgende update op tijd te lanceren. Voor Frankrijk is het aangekondigd, maar het is nog niet zeker of alles volgens schema kan worden klaargestoomd. Aldus Automotor und Sport. Ja, wat vinden de coureurs nou van al die updates? Dat is natuurlijk ook niet heel onbelangrijk. Sergio Perez liet recent vallen dat hij zich steeds minder en minder comfortabel begint te voelen in de auto aan de hand van al die updates die worden doorgevoerd. Zo zouden ze te veel in het voordeel zijn van Max Verstappen. Maar Christian Horner is niet helemaal eens met die uitleg. De ontwikkeling van de auto, daar voel ik me nog niet helemaal comfortabel bij. Zeker niet als je het vergelijkt met het begin van het jaar. Dus ik heb nog echt wat werk te doen. Ja, ook zou Perez het idee hebben dat de updates meer in het voordeel van Verstappen werken, maar volgens Horner is dat onzin. Ik ben er niet van overtuigd dat dat helemaal waar is. Setups zijn cruciaal. Ik denk dat Checo zeer competitief was tijdens de race op Silverstone. En ik denk dat we nog meer races gaan zien waar we hem echt goed gaan zien presteren. Duidelijk is dat de ontwikkelingen niet één richting op gaan. Het is gewoon een algehele verbetering voor de auto. Aldus Christian Horner. Gaan we door met Mick Schumacher, want hij hoeft zich na zijn recente goede vorm nog altijd geen illusies te maken over een mogelijk nieuw contract bij Team van Haas. Schumacher kende een taai begin aan het nieuwe seizoen en wist dan ook lange tijd geen punten bij elkaar te sprokkelen, ondanks de verbeterde wagen ten opzichte van vorig seizoen. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië wist hij met een keurige 8e plek dan eindelijk zijn eerste punten op te eisen. En een weekje later kwam hij als 6e over de streep in Spielberg. En die punten zijn natuurlijk van harte welkom bij de mannen van Haas. Maar het betekent niet automatisch dat de Amerikanen zomaar met nieuwe contracten gaan lopen strooien. Prestatie is alles in deze sport, zo zegt Günther Steiner. Soms weet je punten binnen te harken terwijl je die met geluk binnenhaalt. We gaan niet zomaar zeggen, je hebt punten behaald, fantastisch, hier heb je een nieuw contract. Ja, dat zou te simpel zijn en niet goed voor iemand. We willen zien hoe hij vecht en hoe hij de punten binnenhaalt. Op dit moment denken we niet eens na over contracten. Als team zijnde hebben we dat altijd gedaan na de zomerstop en dat is een moment dat we erover na gaan denken. Op dit moment willen we eerst zien waar Mick heen gaat en als we meer tijd nodig hebben om dat te zien, ja, dan nemen we die tijd. Gewoon omdat het kan. Aldus Günther Steiner. Morgen zijn we er weer met een gloednieuwe GP Fan Special. Wil je dat niet missen? Nou, vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je morgen weer. Tot dan. Hoi.